Dames en heren, het is maandag, dus het is weer tijd voor de avondshow Sportstudio. Ja, de avondshow Sportstudio, want de oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk ook grote gevolgen voor de sportwereld. En om over die gevolgen te praten is hier onze redacteur sport Diederik Smit. Diederik, welkom. Ja, ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk een beetje raar om zo hier te zitten, want... Ja, we kunnen heel lang praten over politiek of economische gevolgen. Maar ja, ik denk dat elke oorlog uiteindelijk in de eerste plaats... gewoon een verschrikkelijk drama is voor de sport. Ja. En zo is het. Ja. Rusland wordt nu natuurlijk internationaal geïsoleerd, ook in de sportwereld. Laten we even kijken naar een paar beslissingen die zijn genomen al. Voetbalbond UEFA verplaatst de finale van de Champions League in mei... van Sint-Petersburg naar Parijs. In september stond er een Formule 1-race gepland in het Russische Sochi. Die is afgeblazen. En ook het Eurovisie Songfestival gaat dit jaar aan de Russen voorbij. Ze mogen niet meer meedoen. Ik wist niet dat het Songfestival ook sport is. Ja, ja, het is een wedstrijd. Het is heel duur. En het is nergens voor nodig. Dus dan is het sport. Tuurlijk, ja. Nee, dat is zo. Oké, we gaan gewoon even kijken hoe de sportwereld omgaat met de oorlog. Het IOC is boos op Rusland omdat ze het Olympisch bestand hebben geschonden. De Olympic Truth. Ja, truce. Nee, dus je spreekt het uit op z'n Mart Smeets. Truce, wapenstilstand. Truce, ja. Ja. Oké, maar vertel even, wat is het? De Olympic Truce, dat is ja, eigenlijk al zo oud als de Olympische Spelen zelf. En dat betekent dat je 7 dagen voor of 7 dagen na de Spelen... geen ander land aanvalt. Hè? Dus het IOC is niet tegen oorlog. Maar die zeggen van je gaat niet 5 dagen na de massastart Oekraïne binnenvallen. Ja. Als het lijk van Sven Kramer nog warm is, dat doe je niet. Nee. En is die truce, is die ooit eerder zo geschonden? Nou, ja, tijdens de Olympische Spelen van 364 voor Christus... toen werd Olympia zelf aangevallen, hè, door de Arkadische soldaten. Was dat ook in 364 voor Christus? Wat een raar jaar was dat, hè, eigenlijk. Dat is bizar, hè. Slag bij Kunos Kepelai. Pelopeidas overleden. Ook nog, ja. Ja. En hey, weet je wat mij nog opviel dit weekend? Veel sporters met steunbetuiging voor Oekraïne ook. Ja. Ja, niet allemaal. Hè. Ik weet niet of je, RKC Waalwijk, hè, die spelen normaal in het geel-blauw. Uh-huh. Dat zijn de kleuren van de Oekraïense vlag. Maar die hadden uitgerekend, dit weekend speelden ze eenmalig in een ander shirt... ter ere van carnaval. En het was dit shirt. En ze speelden dus liever hierin dan in de kleuren van de Oekraïense vlag. Dus dan heb je er ook wel heel veel voor over om aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan. Ja. En dan was er ook nog de Internationale Judo-bond. Die heeft Vladimir Poetin geschorst als erevoorzitter. Ja. Ja, en dat is toch wel een enorme klap, hoor, voor de internationale judo-wereld. Want hij was wel echt een hele goede erevoorzitter. Mm. Gewoon 's morgens als eerste op kantoor, 's avonds als laatste weer weg. En hij heeft gewoon het heel goed gedaan. Dat was natuurlijk jarenlang een zootje bij de judo-bond. En hij heeft daar toch... rust gebracht met verbindend leiderschap. Hij zei ook altijd van... als mensen het fijn vinden om bij de judobond te werken... dan heb ik het goed gedaan. En wat dat betreft ja, zal hij wel gemist worden. En ik denk, dat zijn ook de geluiden die ik nu hoor vanuit de judowereld... dat mensen het gewoon nog niet kunnen geloven... dat zo'n man dan toch ja, Oekraïne binnenvalt. Ja. Hey, en voetbal dan? De FIFA die heeft vandaag besloten om Rusland helemaal uit te sluiten van het internationale voetbal. Enige logische optie, toch? Ik denk het wel, ja. Ja. Want eerst wilden ze dat Rusland niet mee mocht doen onder de naam Rusland, maar als voetbalbond van Rusland. Ja, ja. Ja, dat vond ik echt een kansloos idee. Oh, bedoel, als, als je ze dan toch een andere naam geeft, hè, kies dan iets wat ze ook echt raakt. Hè, Free Navalny of FCLHBTI of... Of gewoon, ja, Teun van de Keuken, weet ik veel. Teun van de Keuken? Ja, nee, ik noem maar wat. Maar het is toch leuk dat ze dat dan moeten gaan googlen en zo. Ja, ja. Het klinkt ook goed, hè? Teun van de Keuken, Argentinië, 2-1. Ja, ja, goed. In de WK-kwalificatie zou Rusland... Teun van de Keuken? Ja, sorry. Zou Teun van de Keuken volgende maand moeten spelen tegen Polen... voor de WK-kwalificatie. Ja. En Polen zei al, dat willen we niet. Waarom heeft de FIFA niet meteen gezegd van... nou, Rusland mag niet meer meedoen? Ja, Teun van de Keuken. Ja, voor de FIFA is het gewoon heel lastig. Het is namelijk zo dat de baas van de FIFA, Gianni Infantino... dat is een vriendje van Poetin.
Een soort bondgenoot bedoel je? Nee, dat is echt een vriendje. Infantino die heeft van Poetin een vriendschapsmedaille gekregen. Oh, wow. Zie je? Dus dat is toch wel een teken. Nou ja, ik doe dat zelf alleen bij mijn allerbeste vrienden. Ja. Ja, want ik heb toen voor jou alleen dit vaantje gekregen. Ja. Kennis van Diederik Smit. Dus... Ja. Ik ben er wel blij mee, maar... Het was leuk, ja. Ja. Nee, dus dat zegt wel echt iets. Ja, ja. Maar nu mogen ze dus helemaal niet meer voetballen. Nou, ja, en wat mij betreft gaan we eigenlijk nog verder. Ik vind dat we ook met terugwerkende kracht alle Russische sporters moeten schrappen. Okay. En ik heb even gekeken, dan zou dus Jan Blokhuizen alsnog het EK Allround van 2011 winnen, bijvoorbeeld. Oh, ja. Dat is toch leuk. En nou, ook bijvoorbeeld de finale van het EK voetbal in 88. Dat is dan met terugwerkende kracht zonder de Russen. Dus die goal van Basten, die ziet er dan zo uit. Van Tichelen. 1 tegen 1. Korten. Buren. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wauw. Het leuke is ook, het is ook nog steeds een hele knappe goal. Ja, ja, ja. Dankjewel, Diederik Smit, dames en heren. En tot zover. Hoi, boomers. Jullie hebben per ongeluk op een YouTube-link geklikt. Ga snel terug naar NPO Start om de hele uitzending en losse fragmenten te bekijken.